Kees Heemskerk, wat is hier gebeurd? Ik werd vanmorgen gebeld door mijn collega dat hij bericht had binnengekregen dat de torentjes waren opengebroken. En dat is heel merkwaardig. 7 van de 8 torentjes zijn opengebroken. Daar moet je echt gereedschap voor hebben om dat open te maken. Dat kun je niet met blote handen doen. En die torentjes zijn dus opengemaakt. En ik denk dat je al minstens een half uur bezig bent om al die torentjes open te maken. De werken die daar stonden, die zijn eruit gehaald. Vaak vernield teruggevonden of verdwenen. Maar ook de persplaten die het moesten beschermen, die zijn verdwenen. Misschien liggen ze in het water. Hetzelfde geldt voor de metalen glaslatjes, die zijn ook verdwenen. Dus dat zal voorlopig niet geëxposeerd kunnen worden, want we moeten kijken hoe we dat kunnen herstellen. Het was een werk van kunstenaar Thijs Linssen, die ook in het grote torentje nog steeds een niet vernield werk heeft. Wat vindt hij ervan? Wat was zijn reactie? Ik heb vanmorgen gebeld en hij was vooral geschokt door dat wij daar last van hadden. Want hij wil graag kunst maken die vragen oproept. En hij maakt dus dingen waarvan mensen denken van, kan dat wel? Wat is dit nou eigenlijk? En die vragen die bedoelt hij niet als dat ze omslaan in agressie. En dit moet echt een soort boosheid hebben opgeroepen, blijkbaar. Maar mensen hebben echt moeite genomen om al die torentjes open te maken. Al is er eentje blijven staan. Eentje die is nog steeds ingericht. Maar de andere torentjes zijn allemaal opengemaakt. Daar heb je gereedschap voor nodig. Dat kost echt tijd. Dat kost minstens een half uur. Heb je al aangifte gedaan bij de politie hiervan? Ja, ik heb wel aangifte gedaan. Maar aangifte doen is niet zo makkelijk tegenwoordig. Hè. Dan moet je een digitaal formulier invullen en daar ben ik nou mee bezig. Want ik heb nog even de verzekeringsmaatschappij nodig om dat goed af te ronden. Want van wie is dit nou? De torentjes zijn in bezit van de gemeente Almelo. En die zijn ooit gemaakt door de vroegere stichting die het kunsttorentje beheerde. En die hebben jarenlang in opslag gestaan. En door een hele mooie actie van Sibyl Heijnen samen met Gonneke Benes hebben ze toen een keer een tentoonstelling ingericht in de torentjes. En toen, dat zou maar een paar maanden zijn. En toen heb ik aangevraagd of dat een verlengd mocht worden. En dat is nu al 2 keer verlengd. En nu ben ik bezig met een aanvraag om het permanent te laten staan. Deze torentjes zijn echt heel stevig. Het is allemaal staal, hè? Dat krijg je echt niet kapot. En die glasplaten, er zat sommige dingen veiligheidsglas in, dus dubbel gelaagd met glas. En soms zat er ook perspex in, dikke laag perspex. Transparant perspex. En de latjes zitten vast met stalen glaslatten. Maar dan nog is het blijkbaar, als je de goede gereedschap hebt, kun je het openbreken. Er is hier een camera bij restaurant Heinde die eigenlijk net precies op dit torentje gericht lijkt te zijn. De politie moet die beelden gaan opvragen. Ja, wellicht. Misschien doen ze dat. Ja, ik weet niet hoeveel tijd de politie heeft om dit soort dingen op te lossen. Maar ze zouden het misschien kunnen opvragen, ja.